Ik kan maar lachen. Bijna niet. Ik moet nu serieus naar de camera kijken. Omdat ik de intro wil doen van deze aflevering. Maar dit vind ik wel een van. Oké. Okay. Ventjes uit One Night Standjes. Welkom bij een nieuwe aflevering van Never Ending Glory. Aflevering 14. Ik ben op dit moment heel erg lekker in mijn vel. Ik zit heel erg lekker in mijn vel. En dat komt een wat iets serieuzere aflevering. Of tenminste, een serieuze begin. Want het klinkt misschien raar. Nou, het klinkt misschien niet heel raar. Maar het is heel erg lekker als jij werk hebt wat jij heel leuk vindt om te doen. Als jij jouw droombaan hebt en je hebt het naar je zin. En je kan alles doen wat je leuk vindt in je leven. En voor mijn gevoel heb ik dat op dit moment. Wat heel erg speciaal is. En de laatste tijd besef ik me dat steeds vaker. En steeds vaker als ik opsta en kijk naar views op Never Ending Glory bijvoorbeeld. Of op mijn andere YouTube kanaal. En kijk naar hoe het gaat nu met alles. Heb ik steeds vaker een momentje dat ik toch even stil van word. Dus heel erg bedankt daarvoor. Het komt allemaal door jullie. Dat is heel eerlijk zo. En natuurlijk ook omdat ik daar hard voor werk. Laten we dat vooral niet vergeten. Maar zonder jullie zou ik niet eens hard hoeven werken. Dankjewel daarvoor. Een blauw duimpje top zijn. Welkom bij een nieuwe aflevering. Je kan ook abonneren als je dat nog niet hebt gedaan. We hebben op dit moment een team van 750.000 munten op de Never Ending Glory. En de eerste Wheeler League moet nog beginnen. Ja, we hebben wat geluk gehad met pakketjes hier en daar. Ja, we hebben al redelijk wat gespeeld. Meer dan 100 wedstrijden. En ja, ik vind FIFA 20 tot nu toe een heel leuk spel. Daar gaan we vandaag meer over de diepte ingaan. We gaan er eventjes meer over hebben, terwijl we wat SBC'tjes gaan oplossen. Ik wilde eigenlijk een draft doen, dat had ik in de video van gisteren ook al verteld. Alleen heb ik ook een draft gedaan op FC Rulli, die al online is gekomen. Waarin wij heel ver komen en fantastisch genaaid worden door EA. Maar goed, dat moet je kijken als je dat leuk vindt. Er zijn 3 SBC's die ik op dit moment eventjes wil oplossen. Once to Watch een nieuw begin, waarin je een Once to Watch player pick hebt. Dat is een keuze tussen Alexis Sanchez en Mkhitaryan. En jullie weten uiteraard al welke ik ga kiezen. Dat is geen verrassing voor iedereen. En de andere zijn een Marquee krachtmetingen die nieuwe zijn. En Marquee momenten. Dat is iets nieuws wat ze dit jaar hebben. Voltooi deze basisuitdaging met spelers uit de belangrijkste wedstrijden van vorige week. Dat was dus Leicester tegen Newcastle. Volgens mij heeft Leicester die uiteindelijk uitgebreid gewonnen. Spelers uit dezelfde competitie. Max 4. Zilveren spelers minimaal 2. Zeldzame spelers minimaal 2. Kan heel gemakkelijk zijn. Kan zelfs brons zijn. Ik weet niet of ik bronzen of zilveren Premier League spelers heb. Dat kunnen we zo oplossen. Dan hoeven we die Premier League spelers niet eens te gebruiken. En dan krijgen we daar een 2 zeldzaam gouden spelerspakketje voor terug. Ik weet dat ik daar eentje voor inlever. Die ook verhandelbaar is. Dus is dit überhaupt wel een goede deal? Ja, prima. Het zal allemaal worst wezen. We krijgen dan 2 zeldzame spelers. Gouden pakket voor terug. En die kunnen soms nog best wel goed zijn. Hey, FIFA 20. We zijn eventjes bezig. 2 weken nu bijna. Of ik speel er bijna 2 weken. Het is 1 week officieel uit. Er zijn heel veel gemengde berichten over. Er zijn heel veel professionele partijen. En dan niet e-sporters, maar ik bedoel media die bijvoorbeeld FIFA 20 een heel slecht cijfer geven. En ik vind dat een positief iets. Ik heb deze alvast even opgelost. Ik vind het heel lastig om te praten en tegelijk een SPC op te lossen die ik nog niet van tevoren heb voltooid. Dus het kan zijn dat ik dat wat vaker doe in deze video. Maar in ieder geval, FIFA 20 is dus al een tijdje uit. De beoordelingen van officiële partijen zijn niet zo heel goed. En daarmee bedoel ik echt de media die de game test en daar artikelen over uitbrengt. Maar de echte FIFA-spelers, mensen die al FIFA 20 of FIFA 19 kapot hebben gespeeld en nu FIFA 20 ook heel erg aan het spelen zijn, die weten eigenlijk het beste wat er allemaal veranderd is. En dat is heel erg positief. Vooral de dingen die voor een normale speler vorig jaar niet echt een probleem zouden zijn. Want ja, dat kom je niet tegen op career mode of noem het op. Die zijn nu allemaal gepatcht. En ik vind het een heel erg gebalanceerd spel. En ik denk dat de meeste mensen misschien klagen over dat. Wat is dit een goed zilver kaartje trouwens, zeg. Serie B, dat is dan een beetje apart. Maar ja, afmaken en alles is niet zo heel goed. Maar de statistieken die hij heeft, die zien er best wel lekker uit op zijn kaartje zelf. Goed, de grootste problemen van FIFA 19 lijken gefixt. En ik denk dat veel mensen FIFA 20 nog niet echt een eerlijke kans hebben gegeven. Omdat zij, wat ik in de video van gisteren ook al liet zien toen ik met Rob was. Een borderspeler uit een 2 spelers pakketje. Een Italiaan. Een RM. Bernardeschi. Oh, dat is lekker. Dat is zeker geen verkeerde super sub voor de Weekend League die wij gaan spelen. We hebben Fisca natuurlijk al gekocht. En Bernardeschi is zeker geen verkeerde speler om ook op je bank te zetten. 5-star skill moves heeft hij dan nog steeds.
5-star skill moves, jazeker. Dat was, ja, laag. Mm-hmm. Oké, okay, ja, Fisca is misschien wel een stukje duurder. Nou goed, hij kan waarschijnlijk ook binnenkort wel in een SPC gebruikt worden. Ik denk dat mensen FIFA 20 nog niet echt een eerlijke kans hebben gegeven, omdat ze nog heel erg moeten wennen. En dat is wat ik zelf ook heel erg merk. Ik word vaak boos op het spel, omdat het niet doet wat ik wil. Maar ik bedenk me dan daarna dat het misschien niet meer kan wat ik wil. Dat iets wat de vorige jaren wel altijd heeft gekund, dat dat nu anders is. En dat ik gewoon moet accepteren dat het niet zo werkt. En wat ik dus gisteren met Rob liet zien, op het moment dat je met je verdediger uitpaast, en dat heb ik al een paar keer gehad, dat ik de bal wegwerk en dat ik dan achteraf denk van ja, hey, hallo, dit is niet de bedoeling. Daar heb ik het helemaal niet heen willen spelen. Ik had het echt naar een andere plek gemikt. Ja, dat kan zijn dat dat nu niet meer gaat. Dat je dus inderdaad de bal echt eerst moet aannemen met welke speler dan ook en dan pas kan pasen. Of dat als je een skill move doet. Ik heb heel vaak dat ik de bal verlies met een La Croqueta omdat die dan te langzaam reageert. Ja, vorig jaar was dat nou eenmaal overpowered. Nu is dat gepatcht. Het is gefixt. En het werkt niet meer zo. Het is niet meer dat je daar gemakkelijk er langs komt. Dus je kan het wel elke keer proberen en dan uiteindelijk gaan klagen van hey, het lukt niet. Of skill moves werken niet. Of als ik er 3 achter elkaar doe, dan, ja, dan krijg ik volledig op mijn bek. En dan, of dan ga ik op mijn bek en mijn spelers worden verliezen de bal, die worden afgepakt. Maar goed, dat is dus. Dat is misschien gewoon hoe FIFA 20 werkt. En ik denk dat veel mensen daar moeite mee hebben om eraan te wennen. Dat ze dat niet kunnen doen. Dat ze daar geen zin in hebben. Dat kan natuurlijk ook. Maar als mensen eventjes iets langer spelen, en waaronder ik zelf, als we dat allemaal doen, dan denk ik dat we best wel snel eraan wennen. En dat we het onder de knie beginnen te krijgen. Goed, deze hebben we ook opgelost. Ik moet echt meer bronspakketjes gaan openen. Want bij heel veel marquee matchups is het niet nodig om zoveel gouden spelers in te leveren. Misschien dat we zelfs hier nog een Koreaanse. Oh, minimaal 5 gouden spelers. Oké. Okay. Bij heel veel marquee matchups is het niet nodig om zoveel gouden spelers in te leveren. En nu heb ik een aantal bronzen. En dat is wel lekker. Want die kan je gewoon gebruiken. Die heb je altijd wel voldoende. En genoeg teamgeest. En dat scheelt weer munten. En misschien worden die ooit meer waard bij SPC's. Maar ik lever ze nu gewoon in. Want ja, Australië, China, Korea. Dat zijn niet echt nationaliteiten die heel populair zijn. Waar de bronzen spelers snel van kunnen stijgen. Nog steeds ook geen league SPC's. Oh, bordenspeler. Oh, oké. Okay. Nederlands. Sillissen. Die zal misschien wel iets gedaald zijn omdat hij veel is gepakt. Hij was eerst 3k. Ik denk niet dat hij dat nog steeds is. Maar, hey, zeg nooit nooit. Je weet niet hoe duur die is. Pickford. Oh, die was ook wat waard toen we die gisteren pakten. Kijk. 3k. Dat sowieso wel. En Pickford is dat in ieder geval ook. Dus daar. Of is die ook heel veel gepakt? Of is die zelfs omhoog gegaan? Nee, ook 3,5k. Kijk, dit is prima voor die marquee matchups. Kortom, wat ik dus eigenlijk vooral probeer te zeggen is dat tot nu toe FIFA 20 ja, mij bevalt. Maar dat komt ook meer vooral door de feedback en de reacties en de views die jullie allemaal geven. Ik kan me heel goed voorstellen dat iemand die er bijvoorbeeld een andere kijk op heeft, die niet afhankelijk is van hoe goed het spel is, maar meer gewoon wil spelen en lol wil hebben en plezier wil hebben, dat hij het ja, heel anders bekijkt en heel anders inziet. Dus ja, daar heb ik op dit moment eventjes niet zo heel veel mee te maken. Maar ik hoop vooral ook dat het dus voor jullie langdurig leuk en gezellig en goed en alles blijft, zonder dat er dingen aan verpest worden, wat kan gebeuren. Goed, deze ook voltooid. Was ook heel makkelijk. Premium Jumbo goudpakketje. Nou, kom maar binnen hoor. Kom maar binnen. Dit is oprecht best wel een goeie voor iets waar je maar 6 gouden spelers voor hoeft in te leveren. Als je dus heel veel bronzen spelers in je team hebt of in je club hebt, zou die ook gemakkelijk kunnen doen. En hier krijgen we helaas ook niks uit dat iets van waarde heeft. Nee, maar wel meer gouden spelers dan je hebt ingeleverd. En conditie en dingetjes en alles en prima en mooi en helemaal goed. En ook deze hebben we ingeleverd met de enige PSG of Angers speler die we in onze club hebben. Wat betekent dat we een zeldzaam goudpakket krijgen en dat we de marquee matchups hebben voltooid. Altijd easy, altijd prima. Marquee matchups is een van die dingen op FIFA waar je denkt, ja, wat heb je er nou aan? Maar eigenlijk maak je er nooit echt verlies op. En kan je helemaal, als ze de ratings en dingen en alles laten kloppen, er gewoon winst mee pakken. Vorige week hadden ze natuurlijk dat foutje gemaakt met Super League. 2 Super League spelers en het moest zilver zijn. Ja, dat sloeg natuurlijk echt als een lul op een drumstel. Maar gelukkig hebben ze deze week niet deze fout gemaakt. En vooral deze laatste pakketjes kunnen nog wel goed zijn. Terwijl ik dat zeg, pakken we een geen borderspeler. Een normale rare speler pakken we. Ja, vervelend. Zo, dit
tenue is best wel lijp. Het is dat tenues helemaal niks meer waard zijn. Maar ik geen sponsor ook. Zo, hallo. Oprecht een mooi tenue. Ja, nee, niet mooier. Kom op, Raoul. Niet overdrijven. Niet mooier dan de Intenues. Laatste pakketje voor Marky Matchups. Oeh, 6 rare gouden spelers. Kom op, hé. Hey. We hebben al een tijdje niks meer gepakt. Het zou leuk zijn. Het zou leuk zijn. Ja, een walkout. Wat pakken we? Holy shit. Holy fuck. Aubameyang. Oh. En Bruno Fernandes. Oh mijn god. Yes. Prijs vergelijken. 430. 400k. Oh. Lieve mensen. Lieve mensen, wat moeten we hier nou mee? Wat kunnen we hier... Laat het achter in de reacties. Wat gaan we hiermee doen? Wat gaan we hiermee doen? Gaan we hem verkopen? Gaan we hem uitproberen in de Weekend League? Gaan we... ja, Rashford, ja. Maatje, ik vind jou zo goed. We hoeven niet per se een andere spits te hebben. Al is Aubameyang natuurlijk wel even een stukje beter. Oh. Wat ziek! Wat ziek! Wat ziek! Wat ziek! Wat ongelooflijk ziek. Oh yeah. Yeah, yeah. Goed, we hebben nog andere SBC's die we kunnen doen. Dus ja, hey, laat vooral eventjes achter wat we ermee moeten doen. Want dit is natuurlijk bizar. Komen we echt dik over de miljoen munt heen als we alles verkopen. Ongekend. Een nieuw begin. Once to watch. Nou, kom maar binnen. Ik krijg er 2 pakketjes voor. 7,5k pakket en een 5k pakket. Yes. Serie A. Minimaal 82 beoordeling. Heb ik dat überhaupt wel? Ik heb een aantal untradable spelers uit de Serie A. Ah, kijk. We zijn er. We hebben Naldo toegevoegd. Een aantal untradable spelers. Palusta is untradable. Munyain is untradable. Carvalho is untradable. Acerbi is untradable. Bernardeschi niet, hadden we net gepakt. Maar goed, die neem ik eventjes voor lief. Wij leveren dit in. Krijgen er een, ja, klein pakketje voor terug. Mag geen naam hebben. 7,5k pakketje. We hebben al... Oh, het is meer dan een 7k pakketje. We hebben al zo lang niks goeds meer gepakt. Ik geloof er niet in. Ik denk, kijk, non-rare spelers. Oh, slechte packluck. Ah, ja. Ja, nee. Goed, ja, we hebben ook nooit geluk in deze serie. Het is echt verschrikkelijk. Ik wou dat IE ons iets gunde een keertje. Maar nee, we moeten het weer anders doen. Oké, okay, Premier League spelers. Zeldzaam. Ah, alleen maar zeldzame spelers. Hebben we vast ook wel met untradable dingen in de club, denk ik. En ook dit team hebben we compleet. We leveren het in. Een paar spelers die hoger zijn. Shakiri bijvoorbeeld, maar die is untradable. Dus dat maakt me allemaal niet zo heel veel uit. Premium geldpakket. En dan krijgen we een once-to-watch keuze. En die speler... Gaat niet heel veel geüpgraded worden, denk ik. Het is een speler die ik nauwkeurig volg. Ik elke wedstrijd van kijk. Alexis Sanchez, daar is hij. The Beast. Speelt natuurlijk nu voor Inter. Het kan zijn dat hij een keer 2 keer prikt en in vorm krijgt. Het zal waarschijnlijk niet gebeuren. Sterker nog, als hij dat een keertje doet, ja, dan krijgt hij een 84 kaartje. Dat waarschijnlijk ook niet heel erg bruikbaar gaat zijn. Tenminste, dat verwacht ik niet. Maar hij heeft wel een heel goed allround kaartje voor een aanvallende middenvelder. Buitenspeler is misschien net te langzaam voor. Maar ja, wie weet krijgt hij wel 2 informs. Man of the match. Kan. Dan wordt hij geüpgraded en dan is het een goede deal. Wij gaan hem in ieder geval kiezen. En als interisti wil ik hem natuurlijk gewoon in mijn club hebben. En daarnaast, zoveel kostte die SPC ook weer niet. Dat 82-reden team, dat was wel een beetje prijzig. Maar over munten heb ik het gewoon niet meer. Want wij hebben Pierre-Emerick Aubameyang gepakt. En daar kunnen we heel veel dingen mee doen. We krijgen hier geen rare speler uit. Ik wil jou heel erg bedanken voor het kijken naar deze aflevering. Een blauw duimpje zou heel top zijn. Ik check jullie morgen weer bij de Weekend League. Heel veel succes. En ik check jullie later. Joujou. Aubameyang.